Peter Thijs, de zomershow van 2015 komt eraan. We gaan naar Vegas. Kijk je daar naar uit? Absoluut. Ik ben er nooit geweest. En bij deze mag ik toch van deze geweldige stad ook een klein beetje proeven. Op een hele leuke, fantastische manier. In realiteit ga je natuurlijk een hele zomer lang werken in Blankenberge. De hoeveelste keer is dat al? Voor mij is dit de derde keer in het Witte Paard en de vierde keer in totaal. Want ik heb ook ooit een aantal jaren geleden in de zomerrevue van Studio 100 gestaan. Wat is er zo speciaal aan de zomershows van het Witte Paard? Ik denk dat het Witte Paard een soort gevoel is, een sfeer, een beleving. Met heel veel kwaliteit op het podium en gezellig drinken in een fantastisch kader. Welke kwaliteiten staan er dit jaar op het podium? De hoofdact is Peter Koelewijn. Sandrien is ook terug. Vorig jaar heeft ze een jaartje overgeslagen, dus terug. Nele en ik trekken de kar. Patrick Onsia staat ook in voor sketchen en zang. Daisy Thijs ook. Sketches en zang. Duo Shalimar, twee plooimeisjes zijn dat. De Pellegrini Brothers komen terug. En ben ik nog iemand vergeten? Martijn Klaas. Muziek onder leiding van Patrick de Smet. Dus de receptuur is een beetje hetzelfde gebleven, de invulling een beetje anders. Het podium is ook totaal anders. Het podium is anders, dat is een extra speler. In het voetbal spreken ze over de twaalfde man. Dat is onze twaalfde man. Dat is echt, dat biedt enorm veel mogelijkheden. Je kunt heel snel switchen van locatie, van gevoel, van ruimte. Dat is enorm. Dat is een enorme aanwinst. Daar zijn we heel fier over. Wat gaat dit jaar jouw aandeel zijn in de show? Hetzelfde als vorig jaar. Ik ga samen met Nele de kar trekken. Wij openen en we sluiten af. En wij proberen de mensen een supergezellige avond te geven. Wanneer gaat de show in première? De première gaat in première de 17e. Hè? De voorstelling gaat in première de 17e juli. En we spelen tot 7 september. En wat doet Peter Thijssen nadien? Peter Thijssen doet ondertussen ook de opnames van Zone van Vanas seizoen 3. Dat is het voor nu. En nog een aantal draaidagen voor andere series. Het is een hele drukke zomer.